Tadaa. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we dinsdag en vannacht heb ik echt zo lang geslapen. Ik heb geslapen tot 10 voor 11. Echt, het is heel lang geleden dat ik nog zo lang heb geslapen. Maar het heeft deugd gedaan. Het is wel een groot probleem met zo lang te slapen. Is, moet ik nu ontbijten of moet ik nu middag eten? Ik ga voor de middenmoot kiezen, namelijk een yoghurtje en een glas water. En dan kan ik over een goed uur nog echt stevig middag eten. Een gezonde hamburger met smeerkaas, lightkaas, tomaatjes, ei en ui. Hallo, het is nu iets na 6. Ik heb net 5 uur... in de bibliotheek gezeten om te werken aan zij of haar, want daar gaat het beter aangezien dat mijn internet hier heel traag werkt. Gaat dat niet zo goed? Nu gaan we kijken om te eten. Ik ben natuurlijk heel erg slim geweest. Ik heb namelijk geen broodjes ontvroren gisteren. Dus nu ga ik ze even koken, denk ik. Mijn avondeten: nieuwe aardappeltjes, bonen uit de diepvries, vegetarische worstjes en champignonnetjes. Laat niet op de rommel in de achtergrond. Ik heb net gegeten en naar het VRT Nieuws journaal gekeken. En nu ga ik verder puzzelen, want ik was gisteren begonnen daarmee. Daarvan kan je een stukje nu zien en dan zie je het stukje van vandaag. En zoals je kunt horen, kijk ik gewoon ondertussen naar de computer. Tada! Een klein beetje verder gewerkt bij mijn puzzel en momenteel zit ik zo ver. Dit stuk heb ik gedaan. Dit stukje. Dit stuk. Stukje van de luchtballon, een stukje van de ijspiste, een stukje van deze schuimkleebaan. Zo, even mezelf nog omgekleed. Morgen ga ik zwemmen, dus ik hoop dat de tattoo dan weg is, want die ziet er eigenlijk niet meer zo mooi uit. Die tattoo had ik gekregen van Eva, de organisatie die promoot om minder vlees te eten. En nu nog heel even lezen in dit boek, zodat ik er misschien binnenkort een review over kan schrijven. Ik zit nu ongeveer aan de helft. Dit is trouwens een boeklegger die iemand dat ken heeft gemaakt voor mij. TikTok kijken! Beste gsm's wel ooit. Go. Ja, even hier commenten of dat je nog speelt. Er zijn er trouwens echt nog wel wat naast mij. Oh ja, als je nog speelt, laat hieronder even je code weten. Zodat kan ik je toevoegen. Hier heb je namelijk je code. Als je me wil toevoegen, dan kan je eventjes pauze zetten en mijn SIM scannen. Ik denk dat dat nu al lang genoeg is. Help, ik ga dood. Dat is trouwens mijn iemand.
vriendjes ben dat ik nu ben zo. Ik ben verloren. Oeps. Vind je trouwens van mijn outfit? Wat ik nog even wil zeggen is, bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer. Ik word zo geïrriteerd door deze puisten.